Bert Kremers, dank voor de uitnodiging in uw huis in Nieuwe Hoornen, waar ik nog nooit geweest was. Ik ga u interviewen in het kader van het Oral History project van het ADNG, waarin inmiddels nu iets van 70 emeriti hoogleraar, vooral uit de psychologie, maar ook nu uit de onderwijskunde en pedagogiek terugblikken op hun carrière. En hopelijk ook nog een beetje vooruitblikken op het vak. Serie is nadrukkelijk bedoeld ter verhoging van het historisch bewustzijn van de aankomende generatie studenten gedragswetenschappen. We gaan het straks hebben over de onderwijskunde waarin u hoogleraar was. De allereerste vraag is altijd steeds kan u iets kort vertellen over uw achtergrond? Waar u bent geboren, wat voor leerling u was op lagere school, middelbare school en vervolgens zullen we overgaan naar de universiteit. Ik kom uit Limburg dan en mijn ouders die waren al het voorland van wat ik uiteindelijk heb gedaan. Want mijn vader kwam uit Stramprooi, dat is in Limburg. En hij heeft gestudeerd, hij was een onderwijzer. En mijn moeder was onderwijzeres, ze hebben elkaar leren kennen. Allebei werkzaam? Al twee werkzaam in het onderwijs. Er zijn duidelijke verschillen, dat komt dan dadelijk wel. Op een gegeven moment, bij het geboorte en van mij, verloor mijn moeder natuurlijk haar baan. Want dat was natuurlijk toen gebruikelijk. He, dus ze was al onderwijzeres, maar ze kon dus niet blijven. Ja. En, mijn vader die ging dus door in zijn carrière. Ja. Want hij langzamerhand werd hij onderwijzer in het basisonderwijs. Toen was hij onderwijzer in het... in de eigenlijk beroepsonderwijs, dat was in de Staatsmijnen. Dus dan reden we even van Montfort gingen we naar Zuid-Limburg toe. En daar werd hij dus weer leraar. Vervolgens kwam hij in het secundair onderwijs bij terecht. En mijn moeder was eigenlijk de motor of de drive voor hem om allerlei dingen te doen. Dus elke keer zoals vrouwen dat vaak zijn. Heb je niks te doen? Dus hij ging dus actes studeren. En dat was het verzamelen van actes in het onderwijs. Was dan inderdaad dat leidde tot wat meer salaris en zo. Uiteindelijk ging hij dus ook MLA studeren. Ja. Onderwijskunde? Dat was dan pedagogiek, hè, want dat was dan de middelen waar actes waren. Ja, ik herinner me alleen maar dus dat wij inderdaad, want wij waren dan langzamerhand in via de Winselen in Schaarsberg teruggekomen. Dat we elke keer op novenen moesten. Noveen was in het jaar was in de katholieke kerk, was het inderdaad bidden om wat te krijgen. Dat was dan inderdaad de verdere bevordering van mijn vader, die dan weer een acte had vergaan. Daar baden jullie voor. Ja, katholieke achtergrond eigenlijk. Ja, dat was duidelijk. Nou, toen. Na de hand, toen ging mijn vader dus inderdaad in pedagogiek studeren. Yeah. En daarmee gingen we dus uiteindelijk naar Roermond. En in Roermond met het gezin verhuisden jullie naar Roermond? We hebben inderdaad continu verhuisd. Elke keer als mijn vader een andere baan keek, dan een andere dingen erbij. Kreeg hij een baan in als leraar pedagogiek in Roermond. En vervolgens werd hij directeur van de PABO in De kweekschool. Nou, het en dus dat de en eigenlijk de naderhand kun je zeggen van ja, mijn moeder die zat bij de kinderen, we kregen er eigenlijk nog wel hele veel
Nou ja, nog een clubje bij, dus uiteindelijk hadden we 12 kinderen. Ja. En met, waarvan er dus uiteindelijk ook weer, denk ik, de helft ongeveer in het onderwijs terecht gekomen. Jullie gezin was 12 kinderen. Dus een echt katholiek gezin? Echt duidelijk katholiek. Ja, dus wij, en daarvoor zijn er dus ook weer een aantal in het onderwijs terecht gekomen. Ja. En zo. En dat, en de escape geloof van die, want eigenlijk de tweede helft van de familie, daar zaten dus andere vakken in, zoals naar medicijnen of weet ik wat. Ja, dus, maar ja, die hadden dus duidelijk een andere keuze gemaakt, tot van weer het geneuzel over onderwijs, dat wilden ze niet meer hebben. Ja. Vond uw moeder het jammer dat ze moest stoppen als onderwijzeres? Dat was heel duidelijk zo, want het punt is, toen, dat is eigenlijk bizar. Ik studeerde toen op een gegeven moment natuurlijk in Nijmegen en daar leerde ik Winnie kunnen kennen, want die was met een MO-studie bezig. Ja. En toen wij dus op een gegeven moment, toen wij zeiden van nou, wij gaan met elkaar. Dus dat was meteen ook het startpunt van haar. Om te zeggen van dan ga ik even naar mijn ouders toe. Dat was dan die woonde in Tilburg. En ik ging dus naar huis toe en ook naar huis, dus dat is het weekend. En in dat weekend werd mijn broer werd geboren. Ja, en toen heb ik Winnie opgebeld. Die zei van nou, ik kan maandag niet komen, want we hebben een kind gekregen. Ja, ja. Waar zij waarschijnlijk een paar uur heeft gedacht van, die knaap die een kind gekregen voordat ze erachter kwam dat het mijn moeder was en niet ik die het kind had geweest. Maar voor haar was dat toen, was wat rustiger, op het moment dat hij dus weer naar de lagere school ging, begon zij het onderwijs weer. Dus op het einde is hij weer gaan werken. Ja, is hij weer gaan werken. Ja. Nou, maar, en dat was zeker in de tussentijd kregen we dus die kinderen die allemaal in onderwijs zaten of naar van land. Ja, ja. En ik studeerde van eerst in Nijmegen. Mag ik even vragen, wat was u voor leerling op de lagere en middelbare school? Nieuwsgierig, veel lezen? Het was mijn model van, ik had eigenlijk niet zoveel, ik had wel één of twee vriendjes, want dat herinner ik mij van dingen van, en daar deden we, de meer interessante dingen voor ons, hè, maar dat waren dus andere dingen dan de anderen deden. Ik had eigenlijk weinig vrienden en veel was het natuurlijk lezen, want dat was dan de manier waarop je dingen van als je niks te doen hebt, hè, dan... Dan ging je lezen. Lezen. Ja. En u bent uit 1942, dus de oorlog niet bewust meegemaakt, maar wel de wederopbouw, daar nog specifieke herinneringen aan dat... Nou ja, laten we zeggen, mijn eerste herinneringen zeggen we is dat was dus, laten we zeggen, omdat ik van Montfort verhuisde mijn ouders weer naar Stramprooi. Stramprooi heet dat? Stramprooi. Ja, en daar, wat ik me herinner, zeg, was dat, maar dat waren dan inderdaad, dat zijn de dingen die je leerlingen lang bijblijven, was inderdaad dan dat er een bominslag waardoor dus in dat gebied en natuurlijk inderdaad in 1944 dat we de inkwartering kregen van de mensen die daar en dus laat ik zeggen, toen ik in de lagere school kwam, toen was het dus inderdaad in Schaarsberg en Terwinselen. Ja. Dat was dan het leren, het dingen. En wat je dan gewoon, je hebt een paar vrienden en vervolgens heb je je boekjes en je dingen die je leuk vindt. En bovendien natuurlijk, en die hele
hele club van kinderen die je erbij kreeg. De grote familie. Ja, de grote familie. Was u de oudste? Ik was de oudste, ja. En nou ja, u kreeg van vader en moeder liefde voor het onderwijs. Was pas duidelijk van, nou ja, de dwang om dus te presteren, om de dingen te doen. En dat werd duidelijk. Ja, echt dwang om te presteren? Ja, de dwang zo van, je moet je jaarswerk maken, je moet, het is belangrijk om te slijten. Het was een positief dingen van aandrang van dingen te doen. Hè. Dat was, maar inderdaad, laten we zeggen, het was ook het moment op, toen ik in toen wij in Roermond kwamen, met zo'n groot gezin nog toe, dat ik inderdaad in het middelbaar onderwijs. In het tweede jaar dat ik, ik ging ook met mijn autopad, weet je wel, ging naar school toe, hè, dus daar word je dus niet populair mee. Dus nee, het was toen inderdaad gewoon een ding. En toen, in het tweede jaar, toen we waren, toen hadden mijn ouders het idee van, nou, dit gaat niet goed, want hij was wel inderdaad met andere dingen door bezig. Ik was veel met de welpen en bij de verkenners en zo, dat soort dingen. Ja. En toen was het idee van, nou, de eerste, dat was inderdaad altijd een katholiek idee, de eerste, de oudste, die kon misschien wel priester worden, et cetera. Dus dat was inderdaad, in het tweede jaar toen werd ik op kostschool in de Rolduc gezet. Daar heb ik dus een, tot ik op een gegeven moment er helemaal zat van was, zijn er dingen, heb ik daar dan 4 jaar gezeten. En daar heb ik dus, laten we zeggen, de middelbare schoolopleiding gehad, tot het moment dat ik zei van, ik wil weg. Want mijn vader, zoals ik al zei, van leraar, en vervolgens ging hij naar Eindhoven om directeur te worden. Ja, ja. En toen zaten ze zelfs in een andere provincie. Ja, ja. Dus ik zei van, nou, ik ga weg, ik moet daar weer bij mijn school. Dus ik heb de laatste jaren van het gymnasium heb ik in Eindhoven. Eindhoven. Ja, ja. Ja, en die kostschool, dat was een jongensschool? Puur jongens, de enige. Vrouwen die je zag waren de nonnen. En nog les gehad van uw vader als kleine jongen ook? Die was natuurlijk tot op dat moment was je alweer met de volgende stap bezig. Hè? Maar mijn vader was ook was van onderwijzer naar inspecteur van het onderwijs opgeklommen. Maar ik heb nog kort, hij kijkt deze serie ook. Maar ik vond het buitengewoon vervelend dat ik een tijdje les van mijn vader had gewoon. Want ik had altijd het idee dat hij strenger was dan tegen andere kinderen. U zei dat u het zat, was u zat van het katholicisme ook, of bent u altijd... Nee, ik was eigenlijk de kostschool was ik zat, hè. Ik bedoel, ik was toen inderdaad, je moest verplicht wandelen en dat soort dingen. Dus ik was altijd bezig om te zeggen van, ja, maar ik heb een boek bestellen. Dus ik gebruikte dus inderdaad dat als argument dus om verlost te worden. Nee, dus het was wel meer dingen. En natuurlijk, het is een mannenclubje gewoon. Gymnasium afgemaakt in Eindhoven. Eindhoven. En wist u toen al wat u wilde gaan studeren? Ik een suggestie. Toen hoorde ik van psychologie dacht van, nou, dat lijkt me een mooi vak. Dus ik ging naar Nijmegen toe. En toen ik in het eerste jaar bezig was, toen bleek eigenlijk het was wel leuk. U begon met psychologie? Ik begon met psychologie. Ja, ja. En op een gegeven moment heb ik gedacht van, nou, ik had tijd over in het werk wat je deed, want je moet natuurlijk colleges volgen, je hebt wat praktica en dat soort dingen. Maar het gebouw daarnaast, dus het ene gebouw was dus psychologie en het andere was pedagogiek. Ik dacht van, nou, dan doe ik dat erbij. Dus dan ben ik inderdaad,
Dat was ik, toen ben ik inderdaad in het tweede jaar, ben ik gezegd van nou, het, ik pak dat erbij. Ja. En dat daar was, en dat was een, ja, het was ook een argument, denk ik. Want ik kon vrij snel inderdaad studentassistent worden. En bij pedagogiek? Bij pedagogiek, ja. En dat, dus ik dacht dat, dat en dat heb ik dus toen gedaan. Dus laten we zeggen, zowel dus psychologie tot en met, maar laten we zeggen, kandidaat, ze zitten toen nog een stuk van de doctoraat. Ja. Begin jaren 70, hè, denk ik. Dat was Bollinga dus met, ja. Met ja. Dus ik heb daar in de 60e jaren is het, hè? Dat, eind jaren 60 dat ik begon. Toen heb ik dus de want in nee, ik reken even verkeerd. Ja, ja, ja. Nee, dat moet ik natuurlijk niet doen bij een onderwijskundige. Nee. Ik reken 10 jaar te veel. Ik was natuurlijk in 1962 was ik begonnen. Dus dat, en ja, dus, en toen heb ik Winnie nog eens gekeken leren kennen. Dus het was helemaal plus dat ik langzamerhand natuurlijk ook in mijn eigen kost kon voorzien, hè. Dus het geld wat ik kreeg. Omdat u als studentassistent dat de dingen, en dat was wat belangrijk, wat dat ging. Ah. Ja. Zijn er uit die tijd dat u studeerde bepaalde docenten of medewerkers bijgebleven die een belangrijke invloed hebben gehad op uw vorming als ja. Als, Ben Brus natuurlijk, hè. Dat, Brus, zeg dat van naam. Hij was psycholoog. Ja. En hij had zich georiënteerd natuurlijk op lezen en leermoeilijkheden en dat soort dingen bij lezen. Ja. En eigenlijk was ik zijn assistent en die bestond er vooral in dat ik zijn werk kon overnemen voor de studenten. Dus lesgeven? Lesgeven. Ja, ja. Dat dingen. Hij deed het wel, zelf wel, maar de vervelende vakjes of de onderdelen van die deed ik dan. Ja. En maar het was, hij stimuleerde me ook om dingen te doen in de zin van onderzoek en zo. Dus de zaken die ik had gedaan bij psychologie. Ja. Dat was allemaal droog zwemmen. Maar bij hem kon ik inderdaad gewoon kan ik ook het idee van bijvoorbeeld, nou, een van de dingen die hij had, was inderdaad een didactisch verschijnsel. Dat was een idee bij sommige lezers, het woord niet zien, maar dat ze dus meteen de gedachte hebben van datgene wat ze al zei. Nou, hij dacht van nou, dat moeten we dus bekijken. Dus ik moest een testje ontwikkelen voor identiek en kijken dus of hoe dat lag bij leerlingen. Ja, ja, en zo op deze manier. En toen was er nog een keertje omkeringsfouten als het signaal van leesmoeilijkheden. Ja, toen ging ik dus kijken dus of je dat, laten we zeggen, in een grotere groep dus kon vinden. Dus hij stond wel aan de basis, hij ontlook wel uw wetenschappelijke belangstelling. Was gewoon, laten we zeggen, in het kader van uw opleiding begon ik te merken dat ik dat inderdaad mijn meeste interesse had en zo. En een mogelijkheid om dat zelf te vervolgen. En met name ook te schrijven daarover. Hè, want psychologie afgemaakt tot en met kandidaat? Kandidaat en ik denk nog hetzelfde onderdeel. Maar het punt was bij mij natuurlijk altijd, je moet wel geld hebben om door te gaan. Hè, dat baantje bij dingen, in principe, bij pedagogiek was het natuurlijk veel, veel belangrijker en interessanter. Ja, en zo. Ja, ja. Dus ik heb dat op een gegeven moment laten versloffen. Dat is, ja, ja, ja. En ik, op een gegeven moment, kon je dus inderdaad, pas je de doctoraal weer en dat kreeg je die doctoraal en kon je dus in feite ook weer een baantje zoeken. En dan kon je dus in feite, laten we zeggen, de huisraad en bij gaan vullen. Want we hadden het idee van, nou, als we dat hebben,
Dan kunnen we dus gaan trouwen en dan kunnen we, hè, kan het leven beginnen. Nou, het volwassen leven, het volwassen leven. Ja, ja, dat deden we dus ook. Dus ik ben tot en met de doctoraal en toen kon ik dat en toen kon ik ook een baantje krijgen wat toen begonnen was in dat was in feite de schoolbegeleidingsdiensten en ik kon dus een baan krijgen in Nijmegen voor de schoolbegeleidingsdienst daar. Maar ik kwam er ook wel achter dat als ik dus trouwde, et cetera, en dat ik dan inderdaad wel opgeproken kon worden in de militaire dienst. Want, dus dacht ik van nou, dan ga ik maar dan moet ik proberen te leren. Word ik leraar pedagogiek en dat ben ik dus geworden. Want dan hoefde je niet in dienst of zo? Tenminste, dat dacht ik. Ja. Dus wij trouwden dus ergens in 1 oktober. Ja. En ik denk dat in januari viel er een brief in de bus dat ik opgeworpen voor de militaire dienst. Ja. Toen dacht ik van, nou, oké, hoef ik alleen maar op te geven dat ik in leven aan ben. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn, want in feite, het leraar pedagogiek, die stonden dus niet in het lijstje van vrijstellingen. Dus, oké, mijn vrouw is zwanger en ik moest toen naar in militaire dienst. Waarom? Omdat er in de marine op zoek was naar een onderwijskundige in de opleidingen die zij hadden. En want die hadden allemaal eigen opleidingen, juist om die vroege leerlingen of een vakje te leren. Ja. Dus daar heb ik 2 jaar moeten zitten. Toen kwam ik terug tot me weer naar de schoolpedagogische dienst in Eindhoven, die mij dus toch weer graag wilde hebben, terwijl ik ook wel was. Dat was dus al werk buiten de universiteit, hè? Werk buiten de universiteit. Nee, dat was op dat moment. Was van Kalkar, ik weet niet van naam, die naam. Die was ook inderdaad, laten we zeggen, onderwijskundige. En bij zo'n schoolpedagogische dienst. En die heeft daar dus is er op gepromoveerd. Dat dacht ik van, nou, dat kan ik dus inderdaad ook doen. Promoveren. Dus ik had thuis had ik dus weer een voorstel. Voorbereid voor onderzoek. Yeah. Die schoolpedagogische dienst daar werd gefinancierd door eigenlijk onderwijs besturen. Yeah. En die vonden te min. Hè? Dus om te zeggen van nou, je moet dit werk doen. Hè? En als wij dus, laten we zeggen, onderzoek gaan doen, dat gaat om van onze. Ontzettend af. Ik kreeg geen toestemming om het te doen. Nou, en toen had ik op dat moment, dus toen ik toen, nou ja, wat wel in treurnis zat van wat moet ik dan doen, toen kreeg ik een aanbieding van uit Utrecht. Van de Utrecht? Ja, om daar de rest van het onderzoek te gaan doen, et cetera. Yeah. Maar was dat toeval of kennis? Ja, dat was eigenlijk. Ik denk dat op dat moment mensen al wisten dat, nou ja, ik was bezig met leesonderzoek en dat soort dingen doen. Yeah. En daarover had gepubliceerd. Ze moesten eigenlijk iemand hebben, want kijk, op dat moment was. Onderwijskunde en met name die meer empirische kant, die zat in feite in, was niet, nou, niet, niet, niet,
echt welkom in, of welkom, het gebeurde niet in Utrecht. Yeah. En Frans Steunissen was toen medewerker en die was op zoek naar iemand die de feiten empirische achtergrond had en onderzoek had gedaan, et cetera. En die benaderde mij om, ik heb dat op aangenomen. Toen kwam ik er vervolgens achter dat, dat ik dat mocht doen. Yeah. Dat ik dan eerst moest zien te verzorgen dat je dus geld kreeg voor onderzoek. Hè? Jij was wel dingen, maar op dat moment was die SVO begonnen. Hè? Dus de Stichting voor Onderzoek voor het Onderwijs. Ja, ja. En, dus daar heb ik een aanvraag ingediend. En, die werd gemodereerd. Ja. En met dat geld kon ik dus inderdaad studenten in huren. Ik kon mijn onderzoek doen en kon ik daar... En proefschrift afmaken ook. En ik kon dus echt het onderzoek en het proefschrift doen. Ja. In 74 gepromoveerd op evaluatie van onderwijsstijlen binnen het aanvankelijk lezen. Ja, een onderwijskundig onderzoek naar de relatie tussen methodegebruik van de leerkracht en de prestaties van leerlingen. Ja. Een lange titel van het dat was een ondertitel, maar het was wel duidelijk. Ja. Maar die ambitie om te promoveren, kwam eigenlijk min of meer voort uit toeval? Of had u wel idee van, ik wil echt wel in de wetenschap verder gaan, verder werken? Ik denk wel dat het er is dat ik wil vooral onderzoek doen. Ja. Hè? En dat is, lijkt me een mooi vak. En om dat te krijgen moet je dus medewerker worden, of eventueel hoogleraar worden, weet ik dat. Ja. Maar dat was de drive. Zo van, en natuurlijk inderdaad, laten we zeggen, langzamerhand de invulling. Want het punt was natuurlijk dat ik elke keer dus, laten we zeggen, leesonderzoek had gedaan dus bij broers. Vervolgens inderdaad, laten we zeggen, zag dat er allemaal mooie methodes waren, et cetera. En de vraag was eigenlijk een keer van, voor mij van, helpen die methodes? Of is het, en ik kwam dus in feite, analytisch kwam ik erachter, dat ook wat onderzoek in Duitsland was, dat in feite toch leerkrachten meer belangrijker waren dan de methodes. En want de leerkracht natuurlijk degene dat werd de stelling de leerkrachten doen dat op een bepaalde manier en waarschijnlijk zijn er verschillen tussen leerkrachten in het invullen van die methode natuurlijk. De Mommers, dat was het feit dat die had dus een bepaalde methode ontwikkeld waarin dus voor lezen, die was heel belangrijk en die dachten van hey, dat is dan een leuke start voor dit soort onderzoek. Ja. Toen had SVO in een wijsheid besloten dat er nog een concurrerende methode moest zijn. Daar voelde ik niet voor, want ik moest dat, het was dus een andere methode. Ja. En uiteindelijk heb ik die dus, laten we zeggen, op een nog mooi uit kunnen krijgen, want het was natuurlijk inderdaad veel te veel. Ja. Want je moest in feite naar al die scholen moest je gaan bekijken en die moest eerst zien te zover zitten krijgen. Dus men daar deed aan het onderzoeken naar die leerkrachten. Al die verzamelingen van leerlingenprestaties, et cetera. Ja, en vervolgens het analytisch inderdaad zien dus dat er inderdaad die verschillen waren. Ja. En dat een bepaalde invullingen van de methode beter zijn dan andere. Hè. Dat was toen de dingen. Dat was de opbrengst van het onderzoek. Ja, ja. Uw ouders, hè? Die hebben allebei hard voor onderwijs en u ook meegegeven, denk ik. Die waren denk ik wel trots dat u promoveerde op zijn onderwijskundige. Het was heel leuk. Toen mijn vader dus op een gegeven moment vond dat. Dat ik dus inderdaad ging promoveren. Yeah. Toen dacht hij, want hij had een IMW ook. Dan wil ik het ook een. Dus die zei dus op een gegeven moment ook. Want die is dus ook in Utrecht heeft hij dus inderdaad zijn doctoraal gedaan. En vervolgens heeft hij wel gezegd: dan stop ik ermee. Maar het was inderdaad toch ook weer.
Vader en zoon zitten toch in een bepaalde... Nou, nee, we zeggen, het is dus gezond. Hij is doctorandus geworden in de onderwijskunde in Utrecht. Later leeftijd. Ja, later leeftijd. Ik dacht van, nou, dat kan ik ook, hoor. Wat Bert doet, ik vond het heel leuk. Ja. En toen kwam het een en het ander natuurlijk, want laten we zeggen, daardoor was het, ja, met die promotie die dus inderdaad empirisch was, inderdaad ook, laten we zeggen, nou, aangaf van wat zou kunnen, en hoe je dus onderzoek kunnen doen, was dat inderdaad gewoon de mogelijkheid om vervolgens inderdaad dat... om in Groningen te gaan. Ja, want u werd in 1975 werd u lector. Ja. In de empirisch onderzoek. Ja. In Groningen? Ja, ja. Het was wel duidelijk dat u in de wetenschap verder wilde blijven werken. Ja, en onderwijskunde onderzoek kon gaan doen. Dat was onderwijskunde toen al echt een aparte vak? Of maakte het deel uit van. Toen was het al een vak. Hè. Laten we zeggen, de. Ja, ik bedoel hoofdvak. De reden eigenlijk dat ik daar kwam, was in feite mijn ervaring natuurlijk met onderzoek doen. In Groningen ook, laten we zeggen, een onderzoeksinstituut hadden. Ja. Verder moest ontwikkeld worden. Ja. En dus ik bleek wel dus dat mijn werk eigenlijk de opleiding was, maar tegelijkertijd moest ik kijken naar het onderzoek wat er gebeurde, omdat er ook al op dat moment wat spanningen waren tussen SVO, hè, dus het onderzoek van het onderwijs, die dus dat onderzoek van mij had gefinancierd. Ja. De mensen die daar dus het onderzoek deden, hè. Laten we zeggen, Van Gelder zat daar mee, hè, want die was dus, laten we zeggen, zat hij in het bestuur van de SVO, hè, dus in dit, maar tegelijkertijd... Van Gelder was de pedagoog. Pedagoog, maar die de onderwijskunde heeft gemaakt eigenlijk in Groningen, die zag ook aankomen, dus dat in feite, dus laten we zeggen, langzamerhand problemen zouden gaan komen bij het kunnen verwerven van onderzoeksgeld, hè, want onderwijsonderzoek werd helemaal gefinancierd niet door in feite dingen, dus wat de universiteit, maar van dit soort externe geld. En dus daarom was ik eigenlijk aangetrokken, denk ik. Ik kwam bij de vakgroep te liggen zitten. Ja. En vervolgens werd gezegd van, je moet je daarmee bezighouden. Maar om je te laten zien dat je dus, laten we zeggen, een van de mensen bent, moet je meer eerst een onderzoek verwerven. En dat heb ik gedaan, dus het onderzoek, het middenschoolonderzoek. Op dat moment begon dat, laten we zeggen, te ontwikkelen, zo van de ontwikkeling van de middenscholen. Dit was dan het vooronderzoek en daarna keek ik ook naar allemaal. Nou, dat heb ik gedaan, dus dat heeft natuurlijk geleid met mijn eerste conflicten. In het veld. Om dat onderzoek goed te blijven doen, had je dus natuurlijk weer de medewerking nodig van die scholen, et cetera. En die waren natuurlijk heel erg gevaarlijk bezig om dat te beschermen en zo. En vervolgens. Hadden ze natuurlijk allerlei oppositie ten aanzien van de manier waarop de data verzameld werden, et cetera. En dat leverde dus eigenlijk wel grote problemen. Maar we hebben dat ingeslagen, maar tegelijkertijd zagen we dus wel dat er
nou ja, problemen zijn in de uitvoering van dat onderzoek en de wat resultaten van dat onderzoek. Ja. En dat heeft natuurlijk ook weer niet alleen de problemen van met die scholen hier, want die vragen daar, ja, die waren natuurlijk zeer ontevreden over. Ja. Maar ook natuurlijk met de minister en zo. Dus ik had daar, dus uiteindelijk kwam ook het vergeld natuurlijk in de sparaten tussen de onderzoek en datgene wat we moeten doen. En zijn vriendjes in het ministerie, hè, die dus allemaal, en ook natuurlijk, en verkeerbaarden die dus... Verkeerbaarden, de propagator van de middenschool. Ja, en die dingen, ja, die was dat ding. En heeft er zich op een gegeven moment meer moeten bemoeien. Dat onderzoek dus inderdaad toch vrijgegeven zou worden. Dat leidde dus tot een bijlage van hem, die ongeveer op neerkomt van, nou, dit zijn de eerste gegevens, maar lees het onderzoek maar niet. Hè? Nou, en dat heb ik even inderdaad toch wel eens vaker in mijn leven nu meegemaakt in de academische wereld. En met name dus in de spanningen op een gegeven moment die je krijgt bij onderwijs kun je zeggen van docent, dat is vak, daar kun je over praten, et cetera. Ja. Maar inderdaad, de bemoeienis met... Vanuit de politiek? Of vanuit de politiek en van dingen, ja. Dat, zelf wel eens politieke ambities gehad? Minister van Onderwijs of zo? Nooit. Dat is één. En twee, dat is het ding. Ik heb al voor ministerie en voor dingen alle zaken gelezen en dingen gedaan en met onderzoeken mee bezig gehad. Maar ik moet zeggen dat ik inderdaad in de politieke arena, wat niet alleen dat ik daar niet zo thuis was, maar dat ik daar ook conflicten kreeg en dat ik me teleurgesteld voelde in datgene wat de politiek zou kunnen doen voor onderwijs. En dat blijft zo, hoor. Als het hun bevalt, zullen ze het oppikken. Ja. Maar als het niet bevalt, dan blijft het gaan. Blijven dingen. Nou ja, dat zijn vele gevallen. Iets te veel. Is inderdaad dat ik inderdaad ook nu af en toe zeg van daar moet je buiten blijven. Het heeft zowel in... Dat was ik in Nederland, was ook in andere landen, want ik heb vrij veel internationaal onderzoek gedaan. Is dat het geval en zo? U was directeur van het RION, later werd het GION. Is dat het Groningen Instituut voor Onderwijs? Heeft u dat zelf opgezet? Dat was het ding van Vergelder. Zo is het begonnen. Hè. Op een gegeven moment heeft SVO in feite aangegeven van dat ze niet verder wilden met het RION, tenzij ik daar directeur zou worden. Ook een zekere druk. Dat klinkt bijna als een beetje als een soort van chantage. Zij hadden het idee van, nou, hij kan het wel. Ja. Twee, we willen dat het op een andere manier gebeurt. Want ze hadden dus onderzoek gedaan van, er zijn onderzoeken daar geweest die alleen maar kapitaal hebben gekost en niks hebben opgeleverd. Zij waren daar een beetje... Het idee was van, nou, daar moet iemand komen die de zaak opzet. Dus laten we zeggen, een organisatie... Maar ook inderdaad goed een plan heeft van wat we dus zou kunnen gaan doen. En dat heb ik dus met die medewerkers en de medewerkers die bleven, heb ik dat gedaan. En dat heeft geleid tot een... Dus ik vind zelf de combinatie van onderwijs als vak onderwijs ervan, vond ik het prachtig dit soort onderzoek bewezen te blijven. We hadden natuurlijk al manieren gevonden om inderdaad onderzoeken te verwerven. De dingen, goede onderzoeksvoorstellen te maken. Tweede, dus verder het kunnen uitvoeren. Dus we hadden, veel
En dat konden we dus inderdaad in die tijd doen. En dat, laten we zeggen, dat. Dat is succesvol. Op één en de tweede partij was dat natuurlijk het begon inderdaad met allemaal mensen die in feite doctoraal hadden. Ja. En vervolgens had ik daar je moet je promoveren daarvan. Ja. Dus we moeten een manier hebben van extra geld verwerven om dus je tijd en ruimte te geven om het tot promotie te maken. En dat wordt, het werd op een gegeven moment. Ja, er werd ook het landelijke gezegd van een promotiefabriek. Hè? Een promotiefabriek. Is zo'n envy, hoor. Dat is gewoon fabriek. Want het, maar ik had het natuurlijk wel nodig om op een gegeven moment mensen gepromoveerde te hebben. U was van 1980 tot 2007 hoogleraar onderwijskunde in Groningen. Ja, ja. Waar kijk je nou met de meeste voldoening op terug? Is dat het publiceren, of zelf doen van onderzoek, begeleiden van promovendi? Het punt is dat ik probeer het pas al te geven van het is altijd een combinatie van inderdaad onderzoek doen en onderwijs geven daarover. Ik denk dat ik niet zo'n geweldige docent was in dat, vond dus dat de studenten zelf een heleboel dingen moesten doen en dat je daar zaken kon aangeven. En dat is wat sloppy waren. Dat liep allemaal. Maar het ging natuurlijk inderdaad als het om de onderzoek ging natuurlijk smoes en goed. Dat groeide. Yeah. Ik vond het prachtig om Wendy te begeleiden. Om te stimuleren, te samen te werken, de artikelen te maken, et cetera. Dus ik vond het schrijfvak vond ik heel leuk. Dat dingen. En het is ook zo dat. Dat ik daar ontwikkelingen heb doorgemaakt. Hè? Want als ik het begon problemen van leesmoeilijkheden. Wat leer ik me vervolgens ook ontwikkelde ik in theorieën over hoe het zou kunnen gaan in zowel in onderzoek. Dat was inderdaad. Een bepaalde combinatie tussen onderzoek. In de praktijk mogelijk zou zijn, want want het belangrijk is natuurlijk op een gegeven moment dat dingen dus op een gegeven moment gebruikt worden. Welk idee bent u het meest trots op dat u heeft ingebracht? Ik was op een gegeven moment weer eens kijken naar wat ik heb gedaan en dat is een idee van een praktijkcyclus en een wetenschapscyclus. Daar ben ik hier niet trots op, want dat is toch inderdaad gewoon een idee wat je dan hebt, maar dat is helemaal niet. Maar ik denk dat het op een gegeven moment wat ik wel heb gedaan is op een gegeven moment naar de effectiviteitskant. Hè? Ja, dus laten we zeggen het leren van leerlingen, de factoren die daar op een invloed zijn. Datgene wat leerkrachten kunnen doen, de school kan doen en wat systemen kunnen doen. En ik denk dat, laten we zeggen, dat is. Dat heb ik daar zeker in de tweede helft van mijn leven heb ik dat. Heb ik daar heel veel over gepubliceerd, onderzoek gedaan. Denk ik dat. Ik zeg er al een keer van een stipje. Hè? Je doet een klein dingetje, doe je. Hè? Maar dat gaat onder meer verder. Maar dat is het, ik denk dat ik zeg van ja, daar ben ik. Ja, ben ik blij omdat ik dat gedaan heb. Ja. Twee, het heeft me heel veel geschonken, want op een gegeven moment krijg je nationale, maar vooral internationale bekendheid. Ja. Hè? Dat soort onderzoek heb ik kunnen doen in veel landen en om dus te testen en verder ontwikkeling te brengen. Is er één publicatie die u het meest dierbaar is of zo? Of is dat... Nou, kijk, die, die, die,
in de dierbare dingen, publicaties misschien, dus inderdaad van natuurlijk het model ontwikkelde, yeah, hè, en daarover publiceerde. En dat was inderdaad, laten we zeggen, eerst het Nederlands en daarna heb ik het inderdaad in het Engels gedaan. Dus die bekendheid kwam. En ik, laten we zeggen, daar vervolgens natuurlijk allerlei onderzoek aan gedaan aan Frans Koper. Ik denk wel dat, laten we zeggen, daarnaast nog iets, nou ja, dat is nou, goddelijke voorzienigheid, maar wat ik niet zeggen, maar wat er is. Op een gegeven moment kwam ik natuurlijk mensen die dus andere mensen die tegen en die al de kritiek over het model en hadden ook publicaties erover, dus dat wat werkte en wat niet werkte. Ja. Nou, dat was zo. En vervolgens werd ik werd decaan bij de faculteit en had toen zelfs het idee om een nieuwe uitmerking te maken van mijn eigen model en verdere de aanvulling. Toen werd ik gevraagd om bij een beoordeling te komen van iemand die dus hoogleraar zou worden in Cyprus, Leonidas Kyriakides. Dat heb ik gedaan. Dat was een mooi bezoek, et cetera. En vervolgens kwamen we aan de praat over hoe een verder in dit gebied verder te gaan. En dat ik zei van er zijn een aantal dingen die onderzoek zijn gebleven. Ik ben eigenlijk op een andere richting wil ik doorgaan. En dat hebben we toen gedaan. En dat heeft dus, laten we zeggen, dat we in 2002 is er dus een serie gestuurd waar wij inderdaad heel veel onderzoek hebben gedaan, internationaal en nationaal, met, laten we zeggen, alles uitproberen in Cyprus, waar, laten we zeggen, redelijk condens en makkelijk. Daar was u ook vaak, neem ik aan. En dat was ik, maar daar ben ik dus. Dus ik exporteerde mijn tijd voor onderzoek, exporteerde ik naar Cyprus. Daar deed ik mijn onderzoek en met de Jonas Kerkers heb ik dus heel veel publicaties gedaan. Ja. En ook, laten we zeggen, het hele dat onderzoek, of de kwaliteit van het onderwijs en de gelijkheid in het onderwijs, dat hebben we dus in feite, dat laten we zeggen, in een serie van publicaties hebben we dus, en boeken hebben we dat hier gezegd. Dat is, laten we zeggen, gelukkig net afgesloten in 2020, want laten we zeggen, toen kwam de lockdown, et cetera, en nu gaat het allemaal weer. Ja. Maar dus daar, feitelijk is dat voor mij het moment dat het zo redelijk afgewerkt is, want we hebben in feite nog op, laten we zeggen, het zoveel jaren bestaan hebben we gevierd door publicatie, om terug te kijken dus over deze 20 jaar te zeggen van welke dingen werken wel en welke niet. En dus dat was een nieuwe versie over voor dat model gegeven. Dus dat dynamisch model voor effectiviteit. En dat ik denk dat ik daar trots op ben, dat het ook of trots. Tevreden over ben. Met voldoening uit de rug. Ja, zoiets. Laatste vraag. Hè. Stel, u zit weer op het gymnasium in Eindhoven. Met de kennis van nu, zou u weer voor de onderwijskunde hebben gekozen? Of had u wellicht toch iets anders, misschien toch nog priester willen worden? De rest van de familie die wil worden medicijnen. Die doen het. Geld doen ze beter. Ik denk dat. Nee, ik denk dat het een prachtig vak is. Gewoon tevreden. Het hart voor onderwijs wat u van huis uit meegekregen heeft. Heeft u een goede invulling gegeven? Ik denk dat er dat dingen. Dat het een mooi vak is. Ja. Ik ben op een gegeven moment geëindigd met. Want dat ligt hier. Dat is een stuk. Dat ik op een gegeven moment met Bebrus, dus mijn leermeester in de tijd, die is op een gegeven moment vertrokken met, dat was ik van, ik houd hem niet op, hè. Dus hij was op een gegeven moment hoogleraar geworden. En hij zei van, hij heeft een hele negatieve blik over de onderwijskunde, et cetera, aan overgehouden. Toen is hij ook heel
totaal iets anders gaan doen. Ja. En ik heb me op een gegeven moment gevraagd van hoe dat kon. Ja, ja. Hij was een, ja, een hanger van de Melopathie. En had er ook over geschreven en zo. Hij blijft dus zeggen van ja, het gaat uiteindelijk gaat het om de individuele keuzes die mensen maken. Hè, als leraar of als wetenschapper, maar ook als hij in de politiek zit. En het is eigenlijk meer dat. Hè, dan denk ik, nou, ik denk dat ik zou zeggen tegen hem van nee, dat is niet. Er is veel te doen. En je kunt er ook voldoening aan beleven. Maar hij is dood natuurlijk. Ah. Ja. Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan.